Mijn naam is Lodewijk de Leu en je luistert naar een nieuwe uitzending van Beginnen met Erfgoed op Ik Was Hier Live. Jachthoorngroepen zijn zelfbedruipend. Dat betekent dat je als nieuwkomer geen kosten hebt. De groep zorgt immers voor je instrument en het uniform. In ruil moet je wel inleveren op je vrije tijd en je krijgt enkel met veel doorzettingsvermogen de jachthoorn onder de knie. Jules van den Bulke vertelt over zijn instrument dat geen ventielen, knoppen of kleppen heeft. Goeiedag, ik ben Jules van den Bulke. Ik speel al van 1981 op jachthoren, de Parforce, de Franse jachthoren. En de jachthoren is eigenlijk een van de oudste instrumenten die er eigenlijk bestaat. Het was vroeger de horen waar men in de oerstammen, dus met de horen van de koe en van de bizels of weet ik wat, die dus hebben ze daar gemaakt. En zo is eigenlijk de jachthoorn ontstaan. In de middeleeuwen heeft dat een ander kleedje gekregen. En is daar eigenlijk, wordt dat ook voor in concerten gebruikt. Men heeft de evolutie van de jachthoorn is zo groot. Daar hebben ze al de mogelijke fantasieën op gemaakt. Voor ook andere toonaarden te nemen. En vandaar hebben ze dus, is dat toch wel een heel complex instrument. En we zijn zelfs tot nu, bijvoorbeeld de horen, de concerthoren die men nu in de philharmonicus en zo gebruikt, ja, die is eigenlijk ook afkomstig vanuit de horen eigenlijk, als zo zeggen, niet de jachthoren, want daar hebben zoveel verschillende soorten instrumenten. We hebben ook bijvoorbeeld onze vrienden, collega's van de Duitse jachthoren. Dat is een anders gestemd instrument, is veel melancholischer, wordt ook anders bespeeld. De Franse jachthoren is eigenlijk, kunnen stellen, is eigenlijk het, daar moet je het huilen van de honden eigenlijk in horen. Als je dus de venerie speelt effectief, we hebben ook fantasies, maar als je de venerie speelt, dan hoort je dus het blaffen van de honden eigenlijk op de achtergrond. Je moet daar zelf maar eens naar horen, Sebes. Je hoort dus effectief, als het snelle stukken zijn, hoort je dus de honden daarin blaffen eigenlijk. Om te beginnen, wij hebben zelf van ons eigen, hebben wij dus eigen horens, die dus door de club, door dus de vereniging zijn betaald. Maar wij hebben ook horens hangen van vroeger, van ons, waar dus ze moeten eigenlijk niets hebben voor te beginnen. Gewoon heel veel enthousiasme en heel veel doorzettingsvermogen. Dat is wel heel belangrijk. Het is heel gemakkelijk natuurlijk als je notenleer kent. Hè. Dat is heel gemakkelijk, want wij spelen ook en wij spelen op, van partituur. De moment dat we dus de stukken aanleren, hè, de muziekstukken aanleren. Nadien, je zult dat al gezien hebben, je ziet geen jachthoren staan met pepieters voor zich. Hè. Dus dat is niet mogelijk, omdat we op zoveel verschillende plaatsen gaan spelen. Maar dat is heel goed meegenomen als je natuurlijk muziek kunt lezen eigenlijk. Ja. Het is zo dat natuurlijk jachthorengroepen die doen heel wat optredens. Dus dat is een instrument dat redelijk wat gevraagd wordt. Dus een jachthorengroep is eigenlijk een beetje zelfbedruipend. In die zin, wij kunnen zelf ons onkosten dragen door onze optredens te verzorgen. Waar dat ook in zit, dat wij dus regelmatig toch wel iets kunnen nieuw kopen voor de volledige groep dan. Ook mede, een tweede puntje, we zeggen uniform. Een uniform is een uniform. Dus wil zeggen, iedereen hetzelfde. En dus daar houden we er eigenlijk aan, want we hebben nu juist, met onze groep hebben we juist nieuwe botten allemaal aan. Dan zijn ze ook allemaal mooi hetzelfde. Dus het oog wil ook wel wat. Hè. Ja. Natuurlijk, het hemd bijvoorbeeld, handschoenen, een broek bijvoorbeeld. Ja, dat zijn kosten die je zelf draagt uiteraard. Hè. En ondergoed en zo bijvoorbeeld, dat moet je dus zelf voorzien. Nochtans, we hebben dus wel degelijk een onderbroekje waar dus een jachthoorn op staat. Hè. Dat hebben we destijds gekregen, dit terzijde. De grootste problemen zijn eigenlijk het volhouden. Het is zo frustrerend. Mensen die vragen, oh, mag ik eens even blazen? Hè? Mag ik eens even spelen op die jachthoorn? Ik wil dat wel eens proberen. En meestal, de volwassen mensen krijgen er eigenlijk niets tot een paar klankjes uit eigenlijk. Kinderen daarentegen kunnen er veel gemakkelijker iets uit krijgen. Dat is wel gek. Maar dus dat is eigenlijk de grootste frustratie van... God, Sam had dat bijvoorbeeld vorig jaar. Hè, die had hem gezegd, ja, ik ben nu een half jaar bezig. En ja, allee mannen, ik kan nog niet mee. Maar er zijn mensen bij, bijvoorbeeld, want ik speel in twee jachthorengroepen. Ik speel bij Antwerpen ook. Er zijn mensen bij die dus 4 jaar oefenen en dan wordt pas eigenlijk in de rij komen staan.
De moeilijkheidsgraad van het instrument is wel niet zozeer op notenleervlak, maar wel de techniek. De techniek, dat is wel is niet zo evident. Ja, dat is eigenlijk hetgeen dat dus mensen kan... we hebben het al mensen gehad en die zeggen uiteindelijk... Ja, nee, het lukt niet. Het gaat niet. En zoveel tijd kan ik daar niet insteken. Want uiteindelijk hebben wij bij ons zijn dat 2 repetities op de week. Die je een heel jaar doet eigenlijk. Hè, buiten de dingen, de optredens natuurlijk nog. Hè. Dus is dat toch wel heel intensief qua tijdsspannen dat je ermee bezig bent. Ja. Wij zijn, voor een idee te geven, wij zijn met Fugamus bijvoorbeeld, onze groep, zijn wij dus van 1981 eigenlijk gestart met dus jachthoren. Maar daarvoor waren wij eigenlijk een muziekkapel. Hè. Wij stammen ook allemaal bijna af uit de jeugdbeweging, waar daar veel jachthorenblazers van komen eigenlijk, uit de jeugdbeweging. Vroeger hebben we klaroon gespeeld en ook jachthoren was er ook bij, maar die stond in een andere, anders gestemd. Dus dat is eigenlijk een beetje, dus ja... Waarom dat je het doet, is eigenlijk het groepsgevoel. Hè? Het groepsgevoel eigenlijk. En ja, wij zijn altijd samen, wij repeteren veel. Maar nadien, de après, hè, is eigenlijk al even belangrijk. Het gezellig samen zijn, dat is eigenlijk wel een heel belangrijk, een heel belangrijke ding. Bijvoorbeeld hier komen allemaal jachthorengroepen nu vandaag. Die komen van Zutendaal, die komen vanuit Wallonië, die komen vanuit Wiemesmeer, noem maar op. Die komen van eigenlijk over heel het land eigenlijk een beetje. En je ziet die mannen en je zegt er nog een goeie dag tegen en je babbelt en hoe is het bij jullie en hoe gaat het en heb je nog veel optredens en bla bla bla. We zien elkaar ook jaarlijks op het kampioenschap. En daar, je kent om een duur, dat is een kleine familie, maar die familie die kent elkaar dan ook. Het is niet echt concurrenties en het is eigenlijk echt, het is conculega's, laat het al zo zeggen. Echt plezant voor die mensen dan eigenlijk zo elke keer terug te zien. Nu, de jachthorenblazers zijn niet met zoveel. Hè. De Vlaamse jachthorenblazers zijn in totaal met 9 groepen. De grootste concentratie bevindt zich rond Antwerpen. Hè, daar hebben we de Brasschaat, de mensen van Brasschaat, dan de Koninklijke Jachthorenkring van Antwerpen en Jachthorenkorps Fugamus. Dat zijn eigenlijk de groepen in het Antwerpse. Maar er zijn er in Zutendaal, bijvoorbeeld Limburg heeft er, Wiemesmeer, wie hebben we nog? Mensen van Lembeek tegen het Brusselse, de Ipara van aan de kust. In de kant van Ieper. Dus ja, je vindt altijd wel ergens... een groep voor eventueel mee te kunnen mee te blazen. En dan is het gewoon even vragen, je hand te dienen en dan zeggen, mannen, ik zou dat ook graag willen. Maar hou er rekening mee dat het heel tijdsrovend is. In het najaar bijvoorbeeld, als je mijn agenda openslaagt met 2 jachthorengroepen, er is geen 1 weekend dat ik geen 1, 2 of 3 keer ga spelen. Dus dat is wel eigenlijk iets dat je zeker in het achterhoofd moet houden.